Ja. Op een zeker moment is dat engagement zo helemaal mijn muziek binnengecijpeld en durfde ik alleen nog maar muziek maken of vond ik dat ik alleen nog maar muziek moest maken in functie van dat. En ik had ook zoveel. Het is ook een soort therapie, dus dat is een manier om alles te verwerken. Ik had zin om eens een keer de songs te laten uitkomen. Als ik zo... Dat is één ding. Zo... Het feit dat het akoestisch is, maar het is ook niet gewoon kaal akoestisch. Het is niet gewoon een akoestische gitaar en een piano. Het is echt wel een heel gearrangeerde plaat. We hebben echt zo de arrangementen van de vorige albums genomen. En ofwel die herwerkt, ofwel laten uitvoeren door een ander instrument. Bijvoorbeeld, er staan geen violen op deze plaat, maar wel heel veel blazers. Dus sommige vioolarrangementen worden gedaan door blazers. De koren zingen ook heel veel van de arrangementen die soms op de platen door gedaan worden door violen of door andere instrumenten. En dus het is echt wel heel rijk. Het is ook heel, er zit heel veel kracht in, maar het is wel plaats. Als je drums weglaat en net als bas heb je onmiddellijk zo plaats. En dus ook geen enkel elektrische... piano of zo, dat neemt ineens, dat geeft ruimte voor al wat er eigenlijk op staat. En aan de andere kant wil ik niet alleen maar zo de gekende nummers pakken, maar ook zo mijn weeskinderen en zo de songs die ik noem, zo, die zo minder het licht hebben gezien. Dans une journée, 86 400 secondes, et toujours pas le temps pour nous. Câlin au lit, faut pas rêver, on nous sollicite de tous côtés. Au travail, peu de pause pour s'aimer. Enfin, on croit qu'on rentre à la maison, mais non. On dîne pour souder les liens avec le patron. Quand je me retrouve dans tes bras, encore la télé. On discute les gaz, la note du plombier. On a besoin de temps pour nous. Juste besoin de temps, un peu de temps pour nous. On a besoin de temps pour nous. On a juste besoin de temps, un peu de temps pour nous.
Ja, vorig jaar had ik een expo in Hasselt, in het museum van Hasselt. Het modemuseum. En dat liep op 3 verdiepen, want het museum is heel groot. En dat was dus mijn persoonlijke garderobe. Die bestaat uit vooral 90% of 95% Belgische mode. Dat zijn kleren voor mij gemaakt. Of in elk geval alle kleren die ik heb gedragen in al mijn clips, heel mijn carrière. En ik heb die allemaal. Ik heb die allemaal. Die zijn allemaal van mezelf. Terwijl als David Bowie, die toevallig op hetzelfde moment hetzelfde idee had gehad. We hebben elkaar niet gebeld, nogthans. Zijn ze die kleren overal moeten gaan halen. Maar bij mij is dat mijn collectie. Zoals sommige mensen een kunstcollectie hebben, heb ik een klerencollectie. En dus dat was wel leuk. Maar het was niet alleen kleren, maar terwijl was er ook beeld. Dat was ook een beetje kunst, Belgische kunst. Sam Dillemans bijvoorbeeld. Axel, een Belgische artiest. Ja, dat was... Het was heel leuk om te doen. Het was heel interessant. Dat is een manier om alles te verwerken. Maar nu doe ik terug heldere albums aan romantiek wijden. Maar dat engagement, ja, dat zit in mij. Dat is iets wat je niet wegwerkt. En van waar komt dat dan? Een soort van gevoel van rechtschapenheid dat ik al heb van als ik klein was. Van, het moet allemaal juist zijn, het moet eerlijk zijn. En dan mijn eerste reizen ook in Vietnam met de rugzak. Dat je zoiets hebt van dit kan niet eigenlijk, dat wij hier zo weinig komen uitgeven en die cultuur maar meepakken, en terwijl die mensen gewoon doodarm zijn. En ja, ik wil het teruggeven, denk ik. En achteraf ben ik dan bekend geworden. En dan had ik zoiets van, ja, ik ga het nu misschien niet doen als advocaat. Want ik weet nog goed dat er toen plannen waren met iemand in Vietnam die daar die werkte. Die was in Australië en die had zo'n soort van multinational voor NGO. Maar achteraf is mijn album uitgekomen en dus ben ik eigenlijk beginnen mijn bekendheid gebruiken om een beetje te helpen. Het blijft altijd klein, hè. Ook hoeveel dagen en uren en van je geest dat je daar ook in steekt, blijft dat altijd klein. Misschien dat het in de toekomst concreet groter wordt. Allee, ik wil zeggen dat ik ooit ter plaatse ga en als ter plaatse blijf. Maar voilà. Dus die vrouwen en die kinderrechten, dat is het hier.